Dag en welkom bij het Glazen Huizen Report in Apeldoorn. We staan hier nog steeds bij het Glazen Huizen aan de Deventerstraat en er wordt lekker radio gedraaid. Straks was hier een smartlappenkoor en daar heeft Leni een interview gehouden met de dirigent soort van. Daar gaan we nu eventjes naar kijken. Hé, hey, ho, er gebeurt hier van alles. Wat zie ik hier? Velus schavuit. Jongens, de primeur van Nederland. Het Glazen Huisbier. Maar deze DJ's moeten nog 52 uur draaien. Ja, die gaan jullie nu al dronken voeren? Nee, dit is voor het goede doel. Mensen kunnen dit kopen en dan doneren ze de volledige opbrengst aan het goede doel. Dus jullie hebben gewoon gratis bier gebrouwen en gebotteld en alles wat verkocht wordt? Nou, niet gratis gebrouwen, ook niet gratis gebotteld. Maar bij deze sponsoren we het eerste doosje. En we hopen dat daardoor het goede doel wat geld ziet. Is dat niet te geloven dit? Ja, echt. Die zijn gaaf. Echt top, man. Dit is helemaal top dit. Mag ik het vasthouden? Ja. Eentje. Hij plakt nog. Oh, ja, het is echt, zo vers zijn ze. Ja. Handwerk, hè? Echt handwerk. Ja, dat is fantastisch. Echt, dus als je dit wil, dan moet je er echt snel bij zijn. Je moet er heel snel bij zijn. We hebben er dus ook gewoon echt maar 24. Je hebt maar 24? Ja, maar die krijg ik wel op, hoor. Maar daar gaat het niet om. Die gaan we verkopen voor het goede doel natuurlijk, hè? Sowieso. Miljoenen vrouwen in conflictgebieden zijn slachtoffer van seksueel geweld. Hands off our girls. 3FM Serious Request. Naast mij staat Joop Beerman. Hij is de eigenaar van deze zaak en hij stelt altijd zijn glazen huisje ter beschikking aan de DJ's. Joop, hoe is het? Ja, voor de derde keer al, hè, aan die DJ's. Ja, het is weer leuk. En jij vindt het heel leuk, hè? Ik vind het heel leuk om dit soort dingen te doen. En ik vind ook het leuk om zoiets beschikbaar te stellen voor het goede doel. Maar nu heb ik gehoord dat jij ging verbouwen. Eigenlijk zou dit helemaal al in de verbouwing zitten, zou ik maar zeggen. En dat heb jij speciaal uitgesteld voor dat glazen huisje, zeg. Ja, met een hele grote knipoog zeg ik van, we hebben het uitgesteld voor het glazen huisje. En nu gaan we het in januari doen. Leuk. Maar dat glazen huisje, Joop, dat blijft dus gewoon toch wel bestaan, hè? Nou, het glazen huisje is eigenlijk niet meer van Modehuis Beerman, hè. Het is van heel Apeldoorn. En misschien volgend jaar, als het grote glazen huis in Apeldoorn zou komen, wel van heel Nederland. Het glazen huisje blijft zeker bestaan. Oké. Okay. En nou heb jij ook iets leuks bedacht. Ik zie hier glazen huisje bijdragen. Wat is hier de bedoeling van? Ja, we hebben heel veel kerststollen gekocht. Klanten die bij ons komen, die krijgen van onze kerststol gewoon gratis, helemaal voor niks, als ze wat kopen uiteraard. En het enige wat wij vragen is een bijdrage voor het glazen huisje. Laat eens horen. Dan is hij al. En het zijn niet alleen maar muntjes hoor, er zitten ook al biljetten in. En de hele opbrengst hiervan gaat zaterdag aan het eind van de dag naar het glazen huisje. Mevrouw, u denkt ik ga een lekker biertje kopen. Ja, ik denk even een leuk kerstcadeautje voor vrienden van mij. Het glazen huisje bier. Ja, ja, leuk. Ik heb voor even het jaar in Enschede, woonde ik in Enschede. Dus heb ik het zelf mogen meemaken. Dus hartstikke leuk. Goed doel, wil ik wel meedoen. Ja, toch? Ja. Je houdt ook wel van bier of geef je het weg? Ik geef het weg. Ik drink liever niet. Nee. Nee, maar het ziet er ook leuk uit, hè, die flesjes. Het ziet er heel gezellig uit en ook leuk om de mensen te steunen hier. Naast mij zit de enige echte Lola Pop Brood. En wie kent haar niet? En zo niet, dan leg ik dat nog heel snel even uit. Want Lola is de dochter van Wijlen Herman Brood. En ik ben ontzettend trots dat ze naast me zit. Waarom? Omdat ik ooit Herman in het radioprogramma bij Radio Apeldoorn maar liefst 3 keer in de uitzending heb gehad. Dat was een belevenis. En nu mag ik het nog een keer doen, maar met zijn dochter. Lola, ik vind het zo leuk dat je er bent. Nou, dankjewel. Leuk. We zitten hier in Salon 1813 in Apeldoorn, een nieuwe brasserie. Jij gaat zo meteen de expositie openen. Allemaal hele bijzondere stukken hangen hier van jouw vader. Wat valt je op? Ja, mooie stijl. En weet je, hij heeft wel verschillende periodes ook. Ik vind dit wel echt wel mooi. Ik herken wel wat teksten, die gebruikte die ook wel vaker. Ik weet niet zeker, volgens mij ken ik niet echt een schilderij of zo eruit. Maar af en toe is het ook wel moeilijk, want je ziet er natuurlijk zoveel. Over andere dingen, je hebt het over het maken van jasjes, het customizen van jasjes, schilderen. Wat doe jij op dit moment allemaal?
Ik customize jasjes, spijkerjasjes en... Zo. Deze. Zusje gemaakt. Oké. Okay. Maar ik heb er dus nog geen één voor mezelf gemaakt. Dus ik doe nu ook keer die voor mijn zusje aan. Alleen maar. Ik schilder. Ik heb ook een website. www.broodbijlolapop.com. En daar verkoop ik ook mijn schilderijtjes en die jasjes. En ik ben ook weer bezig met nieuwe t-shirtjes. Maar ja, dat is er natuurlijk nog niet 1, 2, 3. Dan moet je eerst ontwerpen, moet laten maken. Moet je het weer 6 keer nakijken. Dus, maar ja, wel in ontwikkeling. Wat zou jij in de camera naar de kijkers willen zeggen van RTV Apeldoorn als we kijken naar de decembermaand en misschien naar volgend jaar 2015? De camera is voor jou. Ik denk dat het geen probleem is dat jij daarin kijkt en jij verhaal doet. Hoi Apeldoorn. In ieder geval een prettige kerstdagen. En als jullie mijn werk willen zien, moet je lekker naar www.broodbijlolapop.com. En daar kan je mijn schilderijtjes zien. En daar kan je ook mijn customize jackie zien. En ook nog een ik-pagina met allemaal foto's van mezelf. Dus neem daar lekker een kijkje. En ook hier zo, dus, met een leuk schilderij van mijn vader. Zullen we de zaak maar eens gaan openen hier? Ja, zullen we dat gaan doen? Ja. Het is bijna 4 uur en dat betekent dat de DJ's zometeen toch echt opgesloten gaan worden in het glazen huisje. 55 uur radio zijn ze al aan begonnen en zometeen dus helemaal voor het echt. Kijk eens, ik bedoel maar. Ja. Ja, ik heb nog wel een opstapje. Wie heeft dat? Opsluiting, opening, hoe kunnen we het noemen eigenlijk? Opsluiting, hè? Ja, opsluiting. Hij gaat ervoor zorgen dat het echt gaat beginnen. Ik weet niet waar Raymond Laurier is. Want... Weet ik ook niet. Ik krijg een telefoontje. Ga ik even opnemen? Ja, ik zou het niet doen. Raymond Laurier komt eraan. Ja. Dan gaan wij het glazen huisje op dit moment even verlaten. Nee. Ja? Zo. Ja, valt wel mee. Hallo. Hallo. Ja. Mag ik even horen dat u er allemaal bent voor de derde editie van het kleinste glazen huisje van Apeldoorn? Goed zo. We hebben net met Lola Brood, de dochter van Herman Brood, hebben we de exclusieve expositie geopend hier in de zaak hierachter. 6 weken lang kunt u kijken en genieten van fantastische werken die nog niemand hier in Nederland heeft gezien. Dan weet u dat. Behalve dat kunt u hier heerlijke koffie, warme chocolademelk, huisgemaakte appeltaart en zo allemaal eten. Dus dat is allemaal prima. Dus daar staan we dus nu. Rechts van mij, links voor de kijkers, daar zitten de heren die zometeen officieel opgesloten worden door de enige echte burgervader van Apeldoorn. En hij staat al met veel trots weer op mij te wachten. Mag ik een waanzinnig applaus voor onze eigen burgemeester John Berends. Maar de allerbelangrijkste die ik ook nog even naar voren wil halen, want dat zijn wel mannen die 55 uur zonder te slapen radio gaan maken. En daar wil ik enorm veel lawaai voor horen. Want dat zijn twee mannen die ik inmiddels, de een ken ik al heel lang, de andere heb ik steeds meer leren kennen vanwege het feit dat hij sinds een aantal jaren nu ook gewoon heel leuk radio maakt. Een waanzinnig, maar ook echt een waanzinnig applaus voor Gert Mulder en Dirk Laning. En voordat we officieel de heren gaan opsluiten, wil ik toch nog even het volgende tegen u zeggen, dames en heren. Elk eurotje wat u over heeft, het gaat naar het goede doel voor Serious Request van 3FM, dat weet u. En ditmaal in Haarlem. En de actie dit jaar, mocht u het niet weten, is de aandacht voor vrouwen en meisjes die tijdens oorlog en conflicten slachtoffer worden van seksueel geweld. Dat u het maar even weet. Even een serieuze noot. Ik ga naar mijn andere achterzak, want als het goed is heb ik de sleutel. Het zou dat wel zijn als ik zeg dat ik het niet heb. Burgemeester,
voor u de sleutel, iets kleiner dan uw eigen. En Lola gaat ook helpen. Ja, natuurlijk ga je helpen. Samen, hartstikke leuk. Ik ga hier een beetje aan de kant, want de fotograaf wil een... Ja, excuses. Ik ga een beetje bukken. Dames en heren, we gaan aftellen. Ik heb je hulp nodig voordat we gaan beginnen. Eerst oefenen. Wacht even, ik wil even horen of iedereen het hoort. Even oefenen hoe dat klinkt. 3! Echt? Goed zo, dan gaan we nu gaan we doen, maar dan helemaal uit volle borst. 3, 2, 1, go! Tot zaterdagmiddag 4 uur. En u mag nu stoppen met de sleutel. Ja, hartstikke goed. Groot applaus voor de twee DJ's die 55 uur er tegenaan gaan. En ik neem aan dat het eerste nummer van Herman Brood zal zijn, dat lijkt me heel toepasselijk. Burgemeester, wat kan ik nog zeggen? Nou, ik hou de sleutel bij me tot zaterdagmiddag 4 uur. Dat kunnen ze ook niet uit. Dus, ik geef hem aan u. En ongelooflijk veel succes gewenst. En we gaan sowieso voor die 15 mil. Voor het goede doel Serious Request. Dank jullie wel alvast en sterkte. Dames en heren, het is hier een en al gezelligheid, want het Smartlappenkoor gaat zo optreden. Ik sta hier naast Henny. Ja, Henny Huis in het veld. Henny Huis in het veld. Ja, ja, dat klopt, ja. En ik hoorde net, Henny, jij bent de baas van dit spul. Nou, ik kan niet zeggen dat ik de baas ben, maar af en toe moeten ze wel naar me luisteren. En dat gebeurt af en toe wel. Oh ja? Vooral als we gaan beginnen, gelijk beginnen. En vooral gelijk ophouden. Dus als ik zo doe, stop. Als jij zo doet, dan stoppen ze. Ja, snap je. Ja. Zeg Henny, het Smartlappenkoor, hoe lang bestaan jullie al met z'n allen? 10 jaar. En waarom een Smartlappenkoor? Nou, wij heten eigenlijk het Groot Apeldoorn Smartlappenkoor. En we zijn met kleine 100 leden, die niet allemaal hier zijn. Nou, momenteel is een kleine afvaardiging. Maar we zijn vooral groot omdat we proberen het publiek te betrekken bij het zingen. En dat is natuurlijk altijd een groot feest. Dat is eigenlijk een van onze doelstellingen. Wij heten het Smartlappenkoor. We hebben dus een aantal smartlappen in het repertoire. Maar ook Nederlandstalig en wat meezingers we zingen straks een paar liedjes. Noemen ze bekende meezinger? We beginnen straks met Laat de zon in je hart, omdat het een beetje grijs weer is. Laat de zon in je hart is niet zo meezingerig. Iedereen kan het wel meezingen. Het is wel een beetje kleine café in de haven zingen we vandaag. En bloed, zweet en tranen, dat zijn de 3 dingetjes die we vandaag gaan doen. Nou, dat zijn echt toppers, hè? Dat zijn wel toppers, ja. Ja, Kleine Café in de Haven kent iedereen. Ja, zeker. Henny, met z'n hoeveel zijn jullie in dit koor? Ja, hier een paar, een stuk of... Ja, we hebben 100 leden. Nou, iets minder dan 100 leden, 90. Dat wisselt een beetje, soms meer, soms minder. Maar om en bij de 100 leden. Mannen, vrouwen? Vrouwen zijn in de... Kijk eens, er wordt jou van rechts wat aangeboden. Ja, ze wil even reclame maken. Ja, ja. Ja. Nee, dat is heel belangrijk, want daar zit namelijk het bedrag in. Want gisteren hebben we gezongen voor het Serious Request. Wij oefenen altijd woensdagavond in de zaak. En dan hebben we voor ieder liedje wat aangevraagd werd, moest €2 betaald worden. En nou, dat werd gif gedaan. Dus en verzoekliedjes werden gezongen, €2 in de pot, 250 euro. Super, zeg maar, ze staan te trappelen geloof ik om het te doneren, hè, nu. Ja, we moeten het doneren, maar we willen dus eigenlijk daar aan gekoppeld een paar liedjes te horen brengen. Dat hoort bij het, we kunnen niet zomaar in de bus doen. Dan moeten we een paar liedjes zingen en dat gaan we dus doen. Nou, geweldig. Zeg Henny, ik zou zeggen, neem je positie in. Ja, ga ik doen, ik ga daarvoor staan. Succes, hè. De leider gaat in de regen staan. Tuurlijk, zo hoort dat ook, Henny. Je hebt een leuk hoedje op, man, wat wil je nog meer? Succes. Laat de zon in je hart schijnt op voor iedereen, die van het leven. Want het duurt toch maar even, want het duurt toch maar even, want het duurt toch maar even. Nou, ik sta naast... Ik ben John van Apeldoorn. Ik ben bestuurslid van Onderhoud NL. Dat is de... Onderhoud NL? Onderhoud NL. Ik kan me voorstellen dat je niet weet wat het betekent. Onderhoud NL, dat is de brancheorganisatie van de schildersbedrijfstak. Oké, okay, en u bent? Mijn naam is Teun Eekhuis. En heeft u nog iets toe te voegen wat die meneer net zei? Die heeft hij uitstekend verwoord. En daar wil ik ook zo bij laten eventjes. U bent de voorzitter ik normaal? Ik ben de voorzitter van Onderhoud NL Apeldoorn omsteken. We hebben 20 leden en dat is vanaf Harderwijk, zo naar beneden toe, Apeldoorn, Beekberg, Eerbeek, Twello. We hebben een nieuwskrant, die komt elk jaar uit. En meestal in november. En vanwege de advertenties
houden we soms iets geld over en dan willen we dan dit jaar besteden aan een heel goed doel. En dit is natuurlijk een doel waar je ook van kunt zeggen van nou, daar willen wij ook daar willen we achter staan. Goed doel. Ja, precies, het is een heel goed doel en daar wil je dus ook je naam aan verbinden. Is het de eerste keer dat jullie doneren? Ze zitten nou voor het derde jaar erin, ja? Klopt, ja, klopt. Dus we kunnen nu al afspreken dat jullie dat volgend jaar weer gaan doen. Ja, zeker, zeker, zeker. En we komen dit weekend zeker nog een paar keer terug met nog een leuke check. Jongens, kijk eens, er zijn hier twee heren en die willen jullie iets aanbieden. Ik zou zeggen, kom even. Goedemiddag. Hallo, dag. Goedemiddag. Hi. Gert Mulder. Dag Gert. Hallo. Goeiedag. Hi. Hallo. Dag. Dirk. Hi. Dirk. Wie geef ik het woord? John is er van praten. Hoor. Goedemiddag heren. Goedemiddag. Allereerst diep respect voor jullie dat jullie hier 55 uur in het mooie hok zitten voor radio en televisieuitzendingen. Ja. Perfect. Wij willen namens Onderhoud NL jullie een check aanbieden. Ja. Bij deze wil ik jullie deze overhandigen. 1000 euro. Wow, is dat mooi dan. Echt helemaal top. Super. Dank u wel. Alsjeblieft. Super. En succes ermee dit weekend. En we spreken elkaar zeker nog weer. Ja, is dat zo? Zeker weten. Ik wou nog iets aan Dirk vragen. Ik wou het aanbod wat ik toen straks gedaan heb aan jou. Om jouw hoofd kaal te laten scheren. Voor 500 euro. We hebben het net even met elkaar erover gehad. We merken toch wat twijfel bij jou. Dus we willen het verhogen naar 1000 euro, dit bord. Oh, ik zeg doen. Jazeker. Ja, doen. Wat zegt Dirk ervan? Ik weet het niet. Het is zo... Hij zei ja. Ik hoorde ja. Ik ook. Ik hoorde ja. Maar... Super, hè? Ja, echt super. Ik zou het wel doen. Ja, ik heb niet zoveel, maar... Jammer dat jij niet zoveel haar hebt, jongen. Nee, inderdaad. Anders had ik het gedaan, hoor. Maar gaat het echt om helemaal kaal? Of een klein, mag er nog een klein beetje... Millimeter. Ja. Als er nog een klein beetje op mag blijven zitten, dan gaan we ik het doen. Ik zeg naar de kapper. Doen we. Bedankt, jongens. Laten we afspreken. We gaan je niet mishandelen. Nee. Nou, dan staan we hier bij het glazen huisje. Daarnaast, onder de tent. En dan staat hier een grote, lege massagebank. Wat is de bedoeling hier? Nou, ik ga natuurlijk de DJ's van het glazen huisje masseren. Dirk en Gerrit. Gert, want ja, die zit al uren opgesloten en de spieren zijn helemaal stram geworden en moeten nog de hele nacht door. Dus ik ga ze lekker losmasseren. Maar vrijdag kan iedereen die hier langskomt aan de Deventerstraat, kan ook van mij een massage krijgen. Voor slechts 10 euro word je heerlijk een kwartier 20 minuten gemasseerd. Alle spieren lekker los en dan met name rug, schouder, nek. Doen we lekker binnen, lekker warm. Bij Modehuis Beerman mag ik boven staan, dus lekker warm, lekker droog en iedereen is van harte welkom. Nou, dat klinkt helemaal goed. Mensen, langskomen dus allemaal. Nou, de eerste 1000 euro hebben we dus in ieder geval al binnen, dat hebben we daar straks gezien. Wij houden het nu eventjes voor gezien, maar de DJ's die draaien door. Vanmiddag om 3 uur gaan we weer door met het volgende report van het Glazen Huisje in Apeldoorn. Het Glazen Huisje Report werd mede mogelijk gemaakt door deze bedrijven.